Ja, leuk, jij zet het zien. Jij bent gewoon een nazi. Van één ijsje wat jij nu gaat vragen, die gaat ze voor het ijs. Yes, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe video van de Gierige Gasten. Vandaag nog even één keer een gierige streek. Het is een beetje moeilijk tijdens deze coronatijden om gierige streken op te nemen. Maar we hebben er nog eentje heel lang geleden gemaakt. We gaan ons voordoen als de allerziekste influencers ooit. We hebben allebei 1 miljoen volgers. Daar gaan we langs winkels die toen nog open waren. Ja. En daarin vragen we, ja, wat kunnen we gratis krijgen in ruil voor een poosje? Ja. Nogmaals gezegd, deze video is al een tijdje geleden opgenomen. Het eerste geval van corona was toen bekend in Nederland, maar er werd nog een beetje lollig om gedaan. Dus dan weet je een beetje de tendens. En nu denken jullie waarschijnlijk van, maar jullie hebben toch helemaal niet zo heel veel bereik op Instagram? Dat klopt, dat hebben we ook helemaal niet. Daarom hadden we onze Instagram gefotoshopt. En hoe treurig is dat dat wij dat moeten doen, ja. Niels? En met dat verhaal hebben we gevraagd of we gratis dingen konden krijgen in ruil voor een poosje. Ja. En aangezien wij die 425.000 abonnees hebben gehaald, dachten we, we gaan jullie nog een kans geven, namelijk... Nou ja, gewoon ons allemaal even volgen op onze persoonlijke Instagram-accounts. Martijn Manschot en Niels Oosthoek, bij de 100.000 volgers allebei gaan we alsnog aan de truffels. Dus het ligt helemaal in jullie handen. Als je zit te kijken, volg even en dan krijg je alsnog de video. Nu eerst de gierige streken video. Ta-ta-ta! Ja, man. Ja, werken jullie met influencers toevallig? Ik heb best wel een heel groot bereik hier op Instagram. Ja. Dat ik een brilletje krijg, een horloge, dat ik een poosje doe ofzo. Tim! Ja, nee, tuurlijk. Hey man, ik vroeg me af of jullie met Instagram campagnes werken. Ik heb namelijk best wel veel volgers. 1 miljoen. Ik denk wel echt dat als jullie willen, ja, dat jullie wel wat dingen zouden kunnen krijgen. Oh echt? Okay. Ja. Ik kan het niet nu on the spot zeg maar weggeven, omdat het maar groter met wijf is dan... Ja. Ja, nee, tuurlijk, snap ik. Alleen, we zijn hier nu, weet je. We hebben best wel een druk leven ook. Ik kan wel wat bellen. Ja? Ja, heel graag. Dat zijn toch wel 1 miljoen mensen. Ja, wat vind je leuk? Een horloge, een brilletje, oké. Kunnen we wel eentje doen? Ja. Gepost, toch? Ja, 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 100%. Ja. Dus ik mag gewoon een brilletje uitkiezen? Ja, dat is goed. Ah, dat is wel jij de posten? Ja, ja, ik doe zeker de post. Vind je van deze? Ik vind hem dik. Het is wel vrij hippig. Ja. Dikker dan deze? Ja. Ja, dit wordt hem. En dan is het gewoon een goede samenwerking, toch? Ja? Ik zet hem wel, ja, ik neem hem mee. Ja, je hebt een nieuwe. Oh, nieuwe, kijk eens. Oké. Okay. Hey, yo. Het moet wel cool zijn, toch? Als je influencer bent. Ja, dat gaat jou niet lukken, maar... Je moet wel echt een heel, heel, heel naar mannetje spelen. Gast, ik werd tering gênant van jou, hè? Ja, echt? Ik wil echt bereik en zo. Maar kan het niet nu? Tijd is geld, gast. Ja. Ik ben nu, hè? Ja. Gast. Maar het kutte is, hij denkt nu dat hij een post krijgt van een Instagram kanaal van 1 miljoen volgers. Ja, dat zijn er 14.000. Wat wil je hebben en waar gaan we het proberen te halen? Hoi, goeiedag. Hey. Alles goed? Ja. Goed, goed. Mag ik wat vragen? Tuurlijk. Doen jullie ook aan influencer samenwerkingen? Wat is je voorgesteld? Nou ja, ik heb een heel groot Instagram kanaal met 1 miljoen volgers. Okay. Ik dacht, misschien kan ik wel even wat promo maken. In ruil voor een petje of iets en dan de bal, een beetje de boel upsprijs hier. Ik mocht blij zijn dat we deze beetje overleven. Ik had zo'n poosje wonderen doen met 1 miljoen volgers. Oké, okay, nou ja. Nou, dan gaan we even opvangen. Yo, yo. Jezus Christus, zo. Pijnlijk, hè? Ja, Martijn. Ja, gast, ik heb het ook gevoeld. Ja, je moet gewoon wel die rol aan gaan nemen, anders ga je niet raad krijgen. Misschien iets hippere winkel. Iets, hey. Ik ga gaat sneuken voor een eerste van de... Misschien heb ik dat al gedaan. Scotchie Soda doet dit wel. Is dat toch hip? Wat daar? Ja. Hoi. Ja, ik vroeg me af, doen jullie ook aan influencer samenwerkingen? En dan moet je echt ook van voor benaderen, want die regelt dat allemaal. Oké, ja, ik vind dat een heel proces. Weet je, nu in de coronatijden, de boel staat een beetje op instort en ik kan echt wel mensen helpen met mijn bereik. Ja. Dus ik dacht, ja, ik heb hier 1 miljoen volgers. Ja, nou, ik dacht. Ik dacht gewoon, ja, een jackie of zo. Ik ga even bellen. Top, je bent een topper. Kijk of die opneemt. Ja, helemaal goed. Ik was er eigenlijk al een beetje bang voor. Ja. Ze willen dat het via de marketingafdeling laten lopen. Ah, oké.
Ja, zonde. Dat jullie graag willen helpen. Ik moet je eerlijk zeggen, het is pijnlijker om ernaast te staan dan hetzelfde doen. Ja, ja, ja. Het is van de vriend van die dildo. Die denkt eventjes de tent te gaan redden met z'n 1 miljoen volgers. Het gaat wat minder hier in de zaken. Coronavirus. Ja, ik kan jullie daaruit redden. Kijk, ik kan het ook erg voor jullie maken. Ja. Weet je waarom influencers zijn? Omdat wij invloed hebben. Ja. Dit zijn wij. Huh? Dit zijn wij. Dit zijn wij. Oh, confronterend. Ja, dan moet jij ook even zo staan, jongen. Dit is normaal. Wil jij ook even? Er worden foto's van jou gemaakt. Wil jij ook even? Ja, dit is een goede look. Deze gaat wel wat doen, hoor. Ik ben echt vet, hè. Heb naar de volgende. Let's go. Oh. Hoi, hoi. Nee, ja, zoals je waarschijnlijk wel weet, ben ik een enorme influencer. Dacht ik, nou, misschien kan ik jullie wel even helpen uit het coronavirus. Misschien kunnen we een deeltje doen of zo. Ik denk niet dat we jullie kunnen gaan helpen. Nee? Ja, even mede. Ja. Vallen. Oh ja. Nou, bedankt. Hier, letterlijk. Waarschijnlijk weet je het al. Ja. Zal ik het bij replay proberen? Hey man. Hey. Hoi. Ik vroeg me af of jullie met influencers werken. Ja, volgens mij. Want ik heb een best wel leuk bereik opgebouwd. Ja. Ik dacht, misschien heb je iets leuks, kan ik iets krijgen, maak gelijk even een pootje voor je. Dat kan normaal gesproken volgens mij. Alleen Jos gaat allemaal via het persbureau. Is er geen mogelijkheid om dat nu te doen? Ik ben er nu toch en met zo'n bereik kun je gewoon binnenlopen. Vaak hebben ze allemaal iets leuks voor je. Ja, ja, klopt. Ja, alleen wij kunnen dat zelf ook. Oké. Okay. Doei. Ik word echt zo awkward van jou. Mag ik dat? Zo. Ja, ik heb gehoord dat als je met zo'n bereik zomaar winkels in stad, dat je dan dingen gratis krijgt. Ik wilde je echt beuken op dat moment. Je kan niet nederig vragen, yo, ik heb een groot bereik, mag ik gratis shit? Want ik ben echt de shit. Even focus. Oké. Okay. Wie zijn de grootste YouTubers? Wij! Oké, okay, laten we gaan. Doe jij het? Wil ik filmen? Ja. Hallo. Hi. Werk je heel toevallig ook met influencers? De zin van? Nou, dat ik iets gratis kan krijgen, dat ik iets van een poosje doe voor mijn Instagram kanaal. Oh, ja. We hebben eigenlijk alleen maar dingen van beestjes. Dus, tegenwoordig dat vind jij best leuk, toch? Tegenwoordig is alles wel een beetje unisex, toch? Ja. Ik heb dat nu niet. We zijn hier echt met een super sale bezig. Oké, top. Nou, dankjewel. Dankjewel. Doordrukken. Nee, ik vind het wel leuk hoor, uniseks. Oh my god. Ja, ja. Ik zie daar ijskuipje, die verkopen ijs. Dat kost 3-4 euro, weet ik veel. Als je 1 miljoen volgers hebt, zou dat gratis moeten kunnen. Ja, maar je bent wel een ziekskeren motherfucker als jij voor 3-4 euro het gaat proberen te influencen. En als je dan niet mag, dat je dan ook het niet meer wil. Ja. Dit is misschien de allerpijnlijkste. Dit is de allerpijnlijkste. Daarom ga jij man. Oh, het is ook lekker druk. Ja. Nice. Ik denk dat ik er even buiten sta gaan wachten, man. Nee, dat denk ik niet. Jij moet toch echt filmen. Je kan jezelf wel nee. filmen. Je bent vlogger. Hoe kom je aan die 1 miljoen? Ik moet mijn profiel kunnen laten zien. Nog meer publiek. Yes. Dat is een natie. Dat is een leuke juistentie. Jij bent gewoon een natie. Van één ijsje wat jij nu gaat vragen. Ga eens wachten voor het ijsje. Kan ik ook wel zelf? Ja. Ik zou wel graag een ijsje met 2 bolletjes willen. Alleen ik ben een influencer. Ik heb best wel wat, belachelijk veel bereik eigenlijk. Zal ik dan wat promo maken voor een gratis ijsje? Ja, zullen jullie daar doen? Nee? En waarom niet, als ik graag mag? Het is best wel wat waard, zo'n pootje. Ik heb hier 1 miljoen volgers. Ja, dat is voor een ijsje van 3 euro toch zo gedaan dan? Ja, sorry, ik ga daar niet. Ah, oké. Okay. 1 bolletje dan? Nee, sorry. Oké. Okay. Anders een bakje met... Ja, we moeten wel betalen, hè? Oh, yeah. Oh oké. Okay. Nee, dan... Nou, oké, okay, laat hem maar. Ja, ja. Oké. Okay. Ik hoor niet bij hem. Maar ik ga het. Ik wil niet meer leven. Dit is helemaal klaar mee. Dit is het aller pijnlijkste wat ik in mijn leven meegemaakt. Jij hebt nog een kettentje nodig. Ja, want ik heb hier wel eens een keer een kettentje gekocht. Ja. Dan ga ik gewoon zeggen van oké, ik heb nu zoveel vraag uit mijn grote bereik waar ik mijn kettentje vandaan heb.
dat als je mij nog wat sieraden geeft, dan wil ik wel even een poosje doen en dan weet iedereen dat ze hier moet zijn. Ja, je maakt de urgency om ja te zeggen wel wat groter. Ja. Goeie man. Ja, thanks man. Heel erg bedankt. Ik heb een vraagje. Ja. Werken jullie wel eens met influencers? Nee. Want ik heb laatst had ik een kettinkje gekocht. En ik heb bijna 1 miljoen abonnees, leuk, subscribers. Wat een werk, hè? Dus wat de grap is, ik had dat kettinkje dus om. Ja. En heel veel van mijn volgers die vroegen bij mij, waar haal je dat kettinkje? Dus ik dacht, misschien als ik nog zo'n kettinkje zou kunnen krijgen, dan maak ik even een poosje. En dan kan iedereen zien dat ze het hier kunnen halen. Ik wil eens kijken of je echt 1 miljoen hebt. Ja? Onder 1 miljoen doen we het niet. Ja, het zit er net onder, 900. Ja, ja, ja. Dus als ik nu op Instagram, dan zie je dat ik 1 miljoen volgers heb. Ik wil nou wel dat kettingje zien, want het... Ja, er zitten foto's bij, laat eens zien. Welke foto is dat? Ja, ik ga hem nu zoeken. We gaan opgelicht hier. Hier, kijk eens. Maar weet jij nog wel wat ketting is, want ik kan het niet zien. Nee, ik wil dus een ander kettingje. Dus ik dacht... Laat maar ketting eens zien. Ja? Ik zou echt zo'n dikke nemen. Ja, ik bedoel... Ja, zo'n gouden. Ja. Okay. Ja, dit is wel een beetje een kettingje. Wat vind jij, Niels? Echt heel cool. Ik vind het wel nice. Nee, hartstikke bedankt. Ik ga echt even daar een fotootje maken. Wat ben jij een nerd? Sorry hoor. Hey, hallo. Huh? Kijk even naar mij, kijk naar jou. Wat gaat die mis? Wat gaat die... Ja. Ik heb alles, jij hebt niks. Kijk hoe je eruit ziet, debiel. Real niet. Wat, is dit niet cool? Nee, dit is niet cool. Ik voel me best wel hipster. Nou, verschrikkelijk. Ik ga weg. Kom, we gaan uit. We gaan naar de showspraak. Let's go. Ik denk niet dat ik het over mijn hart kan verkrijgen om dit oprecht te gaan posten. Maar gelukkig hebben we wel bereikt met de video's. Jongens, deze kettingjes haal je bij Bouwbap. Ja, Nederlandsgracht 105. Want ik krijg het denk ik niet over mijn hart om deze foto's te gaan posten. Jawel, die gaan gepost worden. Nou, ik moet zeggen, jij gaat hartstikke lekker. Ik krijg nog niet eens een ijsje voor 2 euro. Dus voor mij apart mag je gewoon die burger ook gaan regelen. Nee. Dus. Het is wel echt weer jouw taak, jouw beurt. En dit zijn toch wel de pijnlijkste. Oké. Okay. Wat gaat er doorheen? Dit is de laatste die ik doe en dan ga ik echt naar huis meteen. Dat is wat er door me heen gaat. Oh my god. Hi. Hi. We willen hier even een video opnemen. Yeah. We hebben echt een mega groot YouTube kanaal en Instagram bereik. Kunnen we dan jullie promoten? Had je via Instagram zien anders? Is dat dan gewoon... Dat we dan iets te eten krijgen? Ja, ik kan wel even... Ik heb hier Instagram bereik, mooi. Oh ja, je hebt wel, ja, zijn er wel veel. Ja. Goed, ik bel me. Ja, top. Nou, hij zegt, laat het voor de grap nog eens een keer doen. Oh echt? Hij heeft hem nooit gehad. Post je op Instagram en dan zit je ook bij burgemeester erbij. Ja. Als je dan zo ook nog even je naam, even die Instagram naam kan opschrijven, dan check ik even bij je. Ja. En dan is het prima. Is goed, gaan we hem even maken. Top man, thanks. Stel nou dat hij... Instagram gaat en ziet. Ja. Denk je dat hier dan op confronteren of denk je dat ze zeggen, fuck it? Fuck it. Het is wel heel iets om nog na te denken. Want hij heeft meerdere malen op zijn telefoon gekeken. We zijn er nu 0,79 of minder. Ik heb ook filter gebruikt. Wil je wel een portret, denk ik, hè? Portretje, ja. Portretje is wel mooi. Spring ik er meer uit. Dat willen mijn volgers, weet je wel. Ze willen me echt zien. Je hebt wel een vet leven, man. Klopt. Je moet vaker een dagje met me mee, man. Het is zeg maar een soort van fast life. Ik ga van hoogtepunt naar hoogtepunt naar hoogtepunt, weet je wel. Oh, lekker. Friet? Oh ja, lekker, man. Kijk eens, jongen. En iemand wil je dat... Hebben we goed een goede hap? Ja. Ja. Kijk hem zo. Oh, dit is wel mooi, deze engel, man. Even alsof je het lekker vindt. Ja. Kijk hoor. Zo. Nog even... Ja. Pak hem wel even uit de goede hoek. Hè? Ja. Zie dat dit het mooi is. Ja man, hij moet even bewerkt worden. Mijn doel. En dan knal ik hem rond 7:30 online. Ja, is goed. Ja, en dan moet je die dan voorbij komen. Top man. Echt fucking bedankt. Ja. Zullen we nu... Zelf stoppen en 3 jaar niet meer ons stuk laten zien. Ik ga mezelf vrijwillig in quarantaine plaatsen nu. Na heel wat persoonlijke grenzen over te stappen, krijg je dan toch nog wel iets gratis bij 1 miljoen volgers, godzijdank. Een zonnebril en een ketting, woehoe! Een hamburger! Waar ik nu niks voor heb.
Nee. Maar goed. Anyway, vergeet ons niet even te volgen. Martijn Manslot en Niels Oosthoek op Instagram. Staat bij 100.000 volgers binnen een fucking maand krijgen jullie alsnog de gratis truffels video voorgeschoteld. Dus, doe het. En voor diegenen die nu hopen dat volgende week terug zijn met een gigastvideo, moet ik teleurstellen. Maar ik heb ook goed nieuws voor diegenen, want we komen terug met twee andere series. Eén van kennen jullie al, namelijk de Anti-Bucketlist, maar dan quarantainestijl. We gaan als huis niet uitkomen. En de donderdag volgt een nieuw format. Die kennen jullie nog niet. En ik zou zeggen, gewoon kijken. We verklappen nog helemaal niks. Tot volgende week. Fucking dik. Later!